moment is daar. Ja. Meestal zeg ik hier van... Zoals jullie allemaal weten, nemen wij vandaag afscheid van Klaartje, maar nu is het moment er echt. En er is zoveel dat ik wil zeggen, maar ik moet ook even nadenken voor het er zo als woordenkots uitkomt. Lieve Klaartje, ik ga beginnen bij het begin. Ik ga nooit vergeten dat ik jou voor het eerst ontmoette bij K3 Zo K3. En dat ik jou meteen een heel fijne persoonlijkheid vond, waar ik meteen enorm zoiets van had van, oh, ik hoop dat die mij ook leuk vindt. Maar er was een bepaald moment waarop er echt een magie was in u die ik heb ontdekt. En dat was toen dat je bangerhard aan het zingen waart bij de generale repetities. Jij stond op dat podium en ik dacht, wauw, als er nu iemand K3 moet worden, dan is het Klaasje wel. En dat heb je ook gedaan. Je hebt 6 jaar je magie verspreid in K3. En ik vond het ook een eer om die 6 jaar naast u te mogen staan en mee te mogen genieten van die magie. We hebben enorm hard gelachen. Ik heb heel veel van u geleerd. We zijn als zusjes voor elkaar geworden met z'n drieën. En ik ga u ontzettend hard missen. Maar, en dat heb ik ook altijd gezegd, ik sta achter uw keuze en ik weet dat jij alles wat jij gaat doen, dat dat fantastisch gaat zijn. Maar ik ga u nooit vergeten en we gaan elkaar blijven zien. Maar ik ga u wel missen, lieve Klaas, want je bent echt een topper van je wilste. Ja, dan is het nu aan mij. Och. Ja, ik was eigenlijk van plan om iets voor te bereiden en de moment dat ik iets wou opschrijven, besefte ik al heel rap dat mijn brief een beetje te lang ging worden. Dus ik ga het een beetje kort houden en ik wil dan ook vooral beginnen met het feit dat ik je ongelooflijk graag zie en dat jij voor mij binnen K3 toch wel veel betekend hebt. Vooral uw enthousiasme, uw vrolijkheid. Elke keer als we iets moesten doen waar we misschien een beetje te moe voor waren, waarde jij er om ons op te vrolijken. En dat heeft mij echt die 6 jaar door moeilijke tijden doorgetrokken. En dat is iets dat ik ten eerste al heel hard ga missen. Ik sta achter uw keuze en ik ben ook blij dat je gevoel gevolgd hebt. Want ik zou niet willen dat je tegen uw zin tussen ons zou moeten staan. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar blij mee ben met die keuze. Net zoals Hanne zegt, ik had nog veel liever met ons drietjes nog 10 jaar verder gegaan, want het voelt zo goed tussen ons. En ik hoop gewoon dat we dat in de toekomst nog gaan kunnen vasthouden. Lieve Klaasje, 1 ding is zeker. Onze liefde voor jou die zal altijd blijven bestaan. En daarom zeggen wij met heel ons hart. Klaasje, bedankt. Oeh. Ja, nu mag ik. Oeh. Wat een lieve woorden, echt. Ja, dit moment moest er een keer aankomen. En als het daar dan is het toch even ontzettend moeilijk. En vooral jullie woorden raken me gewoon heel diep. En het voelt gewoon zo moeilijk om dit hier op deze manier af te sluiten. Maar ik weet dat ik die keuze heel wel overwogen heb genomen. En ik wil vooral nog even verschillende mensen bedanken. Ik wil als eerste Topstudio bedanken. Peter Gillis, die hier vanavond aanwezig is. Voor alle muziek, alle liedjes. Alle liedjes die alle kinderharten altijd weer hebben verwarmd. En waar ik ook echt met heel veel plezier aan gewerkt heb. En die ik met heel veel plezier heb gezongen. Dus Peter, dank je wel daarvoor. En dan wil ik heel graag de crew bedanken. De dansers, de techniek. Gewoon iedereen die dit mogelijk maakt, die met ons meereist van weekend naar weekend, elke keer weer opnieuw. En ik ken iedereen bij naam en het voelt gewoon heel moeilijk om dat los te laten. Maar ik ben jullie vooral heel erg dankbaar, want zonder jullie hadden wij hier ook niet op deze manier gestaan. Dus bedankt, lieve crew, voor alles. APPLAUS.
En ik ga sowieso heel veel mensen vergeten, waarschijnlijk nu, op dit moment. Maar weet dat iedereen die zo hard werkt aan K3, dat ik jullie ontzettend dankbaar ben. En dat ik jullie ook heel veel succes wens voor de toekomst. Dat ik hoop dat dit verhaal op een hele mooie manier verder gaat. En als laatste wil ik jullie twee echt ontzettend bedanken voor alles wat we samen hebben meegemaakt. Het was echt een hele intense periode en misschien wel de allermooiste periode van mijn leven. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Voor alle steun, voor alle gezelligheid, voor alle gekke dingen, voor alle leuke dingen. Ook de moeilijke dingen af en toe. Maar ik ben heel erg blij dat wij het toch maar 6 jaar tot aan hier hebben geschopt. En ik wens jullie heel erg veel succes in de toekomst. Ik weet dat jullie dat ook echt supergoed gaan doen. Dank jullie wel. En ik wil natuurlijk jullie ook, het publiek, de fans, ontzettend bedanken. Omdat ik de afgelopen 6 jaar dankzij jullie echt mijn droom heb kunnen beleven. En dat was heel erg bijzonder. Dank jullie wel voor alles. En vergeet nooit, jullie zitten voor altijd in mijn hart. Thank you.